Nou, helpen wij Sinterklaas al 128 jaar, maar wat is nou eigenlijk de geschiedenis van dit verhaal? Het verhaal van Sinterklaas, dat begint in de 4e eeuw in Myra, in Turkije. Er is een bisschop en die heette Nicolaas. En weet je wat een bisschop is? Nou, een bisschop die heeft een functie in de tjerke, die maakt een beetje het opzicht houden en die maakt aan de paus vertellen of het allemaal wel goed gaat in tjerke. Nou, er was dus die bisschop. En die bisschop die zegt op een gegeven moment dat er 3 zusjes waren. En die zusjes die kwamen met een arm gezin en die konden dus geen bruidsgat krijgen van hun huid. En doet die Nicolaas, die bisschop, dat jaren, toen dacht hij, nou moet het net zo vier komen dat ze zichzelf verkeepje matten. Dus wat deed hij? Hij hield 3 beurzen met geld en die had hij trolde doorsmieten van die 3 zusjes. Zodat zij toch trouwen kon. Nou, dat gebruik, dat hebben wij oernaam. En daardoor hebben wij ons chocoladegeld. Zoals Jen dat nog steeds bij de band in de schoondoggen. Want die Nicolaas, die deed dat net alleen nog bij die bandjes. Maar bij steeds meer eerme band zorgde hij ervoor dat ze toch wat extra's kregen. En dan zag ik al die bisschop, die werkte bij het tjerke, dus de eerme band die kon hun squon zetten in het tjerke. Nou, dan juist dus al een beetje waar dat waai komt, dat gebruik van Sinterklaas. Nou, jette hij nog gewoon Nicolaas. En nou dus het za in de katholieke tjerke, dat ze, als Ian er net meer is, dat ze hem heilig verklaren. En dan nemen ze hem Sint, Sint Nicolaas. Nou, wij wennen in Sint Johannescha. Dat dus ik denk aan de heilige Johannes. En zij is het ik mij Sint Nicolaas. Nou, dan show je hem hier ik die tijd popjes bijvoorbeeld. En ik is het hierop net zo goed met Jen. Maar dat doet ik denken aan die eerme famkes. Die stond er altijd op. Dus dan doet dat we denken aan die betiede Nicolaas in de 4e eeuw. Nou, show in het begin wiende ik nog geen pieten. Toen die hij alles al innig. Maar het werd steeds populairder. Er kwamen op steeds meer plakken kwamen Sinterklaasfeesten. Dus toen moesten er ik helpers komen. En weet je eigenlijk ik wel waar de chocoladeletters waar komen? Nee? Nou, vroeger, toen de band moesten leren om te scrollen, toen moesten ze dat doen. In het klooster leerden ze dat. En dat leerden ze dan met letters van balen. En dan als beloning, als ze het goed deden, dan mochten ze het opeten. Nou, en dat is mijn naam in de geschiedenis. En nou deel je hem de chocoladeletters uit. Ja. Dus zag het alles wel weer iets te maken met hoe dat vroeger ging. En het is natuurlijk steeds groter geworden. Er zijn steeds meer speciale pieten. Ja. En zag je dat terug. En het is maar goed dat je hem Sinterklaas helpt.